Deze highlights worden u aangeboden door Expedia. En Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Messi, Dembélé, goed weg in de rug van Marquinhos. Hoekje schuin en de save van Navas is prima. Dembélé, goede loopactie, de perfecte paas. En de save van Keylor Navas. Ja, de gevaarlijkste man. Al voor de derde keer, denk ik, met links. Ja, dat is het lichte. Voordeel ga ik het niet noemen, maar... Dat Barcelona zich niet hoeft te bekommeren om een tegendoelpunt. Ze moeten altijd vier keer scoren. Test komt. Glijdt voorbij Kurzawa. En trapt de lat. En Navas. Ja, Test. Mooie beweging. Kurzawa gepasseerd. En weer Navas. En een beetje Mevel. Ja, voorlopig Test daar op zijn flank. Sterker dan Kurzawa. Goed gedraaid van Draxler. Kurzawa. En is Icardi daar aangetrapt door alweer Minguesa? We gaan eens kijken. Het is wel ongelooflijk ongelukkig en jammer. Kan hij de verste verte niet bij de bal, maar ja, hij loopt erop. Taylor geeft een strafschop, kijk. Ja, ja. Overtreding van Langlet. En nog een gele kaart erbovenop. Mbappé voor zijn doelpunt. Dat is netjes afgewerkt en PSG staat op voorsprong. Kylian Mbappé doet wat Haaland gisteren deed. Een penalty omzetten, wees het dan van de eerste keer. Ja, niet te pakken voor Ter Stegen. Eigenlijk wel jammer, ook voor ons. Ja, voor de wedstrijd. Ja, voor de wedstrijd. Als het nu al 1-2 stond bijvoorbeeld, was het toch interessant. Maar goed, Barcelona speelt ervoor. Dat is ook al goed, zoals Sevilla dat gisteren zeer, zeer lovenswaardig heeft gedaan. En ook daar had wel wat gekund. Messi. Dat is beter. Lionel Messi. Hij doet het even voor hoe het beter kan dan Dembélé. Wat een geweldige pegel van Lionel Messi. Als hij aan een sollicitatiegesprek bezig is... Is dat wel een adelbrief die ik kan tellen? Wat een kracht. Dembélé. Is echt goed. En goed aan de bal. Messi. Dembélé. Vindt hij iemand? Hier Busquets. En de benen van Navas. Ja, onorthodoxe save. Weer een doelpoging van Barcelona. Dat zijn er toch al een stuk of 5-6. Griezmann. Ah, het is te veel willen dribbelen. Marquinhos zat ertussen. Ja, Test was helemaal vrij aan de rechterkant. Niet gezien door Griezmann. En Langlet wint daar gewoon het duel van Mbappé. We voetballen voort met Dembélé. Busquets zocht Messi. En een penalty. Ja, zeker. Kurzawa onderstreept nog een keer zijn zeer, zeer ongelukkige eerste helft. Met een penaltyfout in de toegevoegde tijd. Voilà. Messi tegen Navas. Nee, hij mist. Lionel Messi mist. De parade van Navas. Ai, ai, ai. Lionel Messi. Kijk eens hoeveel passes Barcelona. 520 tegen 174. Ze spelen wel goed. Messi, prima. Tot bij Griezmann. Nu naar Dest. Ja, Alba, maar dat is een moeilijkere bal. Oh. Nu nog Messi. Nog. Handspel of niet. Messi krijgt hem erin. Nee, Griezmann. Hij kon maar niet besluiten. Lionel Messi, wat een kans voor Barcelona. Maar Barcelona blijft wel proberen.
Bal verlengd en Navas. Een kopbal van Busquets. Goeie parade weer van Navas. Veruit de beste man bij PSG. Vijfsterrend prestatie van deze Keylor Navas. Mbappé nog voor een scherpe counter met Langlais. Gaat het misschien nog afmaken? Nee. Dat doet hij dan ook niet. Nochtans een typische Mbappé-beweging en meestal knalt hij er dan gewoon binnen. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia. En Mastercard. UEFA Champions League sponsors.